Goedemorgen mooie mensen, het is vandaag dinsdagochtend, de week van El Patron. Want over 3 dagen komt mijn EP uit, zeg ik dat goed? 3 dagen? Ja, aanstaande vrijdag. En dat wordt hartstikke vet. Vandaag hebben we een soort promodagje, want ik ga naar koffietijd. Ik ga daar diep in de nacht doen samen met Lieke. We hebben daarna nog een Funix momentje. It's all about El Patron. En natuurlijk gaan jullie mee op naar koffietijd. Nou, het is super mooi weer en we gaan dus even knallen bij koffietijd. Hartstikke gezellig, diep in de nacht live doen, een beetje bijkletsen. Jongens, wat is het mooi. Hebben we er zin in? Anders ik wel. Oké, okay, even een soundcheckje. Dag meneer de geluidsman, ik geef u even een linkerhand. Was goed? Whip it. Oké, Lieke is er nog niet. Ze is een beetje vertraagd, zit in de file, kan ze niks aan doen, want het is echt ellende op de weg. Maar ik ga even een soundcheckje doen, kijken of alles een beetje lekker klinkt. Hey, kijk mijn big homie daar. Oh, zit je te schuren? Wacht, dit moet je even zien. Dit kan alleen maar koffietijd weer, hè? Naast het koken, een beetje plezier. Ik vind dat jullie wel heel close zijn, hè? Ik dacht bijna dat ik vandaag alleen koffietijd zou moeten doen en dus ook alleen diep in de nacht. Maar geloof het of niet, ze is er. Hey, je ziet er weer allemaal shining uit. Ja, hè? Ja, toch? Ja. Nou, wij gaan dus zometeen de uitzending in. Eerst een kort interviewtje, daarna diep in de nacht live doen en we hebben er heel veel zin in. Ik zou bijna zeggen eerste keer op televisie live, maar dat is natuurlijk niet zo, want we hebben hem al bij Fox Live gedaan. Dus tweede keer live. Yes sir, wat fijn dat je er bent. Zo mooie mensen, wat een toffe dag. We hebben net koffietijd gehad. Lieke is terug naar huis en ik ga nog eventjes door, want ik heb een interview die we met Funix gaan doen over de EP El Patron. We gaan een interview doen met de homies van Funix. We gaan het hebben over de EP El Patron die morgenochtend uitkomt. Dus we hebben er heel veel zin in. Shout out naar de mannen en dames hier van Funix. Girls in Elva. Sinalva, groet ze even voor me. Dag lieve volgers van Jesse. En daar is de homeboy van Wayback, mijn broeder van een andere moeder. Wees er van smerk, man. Ga je lekker, bro? Sowieso, we doen ons best, man. Nieuwe muziek, Nando Leaks, altijd exclusief, man. Check dat, mensen, Nando Leaks. Nandoleaks.com, go check it out. Heel gaaf, heel gaaf. We gaan nu even luisteren naar de clip, de track waar ook een clip van is, Eigen Ding. Soms wil ik van je weten waar die track op gaat, met je een paar echt ille lines erop zitten. Thanks, man. Dus Jesse in de beeld als je vragen bij die vragen doorkomen, 0993-369-369 of app via de Funix app. Let's go! Let's go! Yo, what's up lieve mensen, het is vandaag Koningsdag en dat zien jullie aan mijn shirt. Ik ga niet tegen jullie liegen, man. Ik ben deze dag een beetje paniekerig en stress begonnen. En dat heeft allemaal te maken met dat ik mijn vlogcamera... Hey, ik heb oranje, ik heb Nederlandse zweep. Ik was mijn vlogcamera vergeten. Ik moest gisteren voiceovers inspreken voor mijn nieuwe tv-programma. Toen was ik zo stom geweest om de vlogcamera dus te vergeten. Dus paniek, want ik denk, het is vandaag Koningsdag. Ik heb 2 toffe shows in Almere en daarna met de Party Squad in Amsterdam. Dit moet je filmen. Morgen is natuurlijk de release van mijn EP. Maar een dikke shout-out naar mijn neefje Walid, die mij zijn vlogcamera heeft opgeofferd vandaag. Of geleend, hoe je dat ook wil noemen. Dus we kunnen gewoon weer lekker filmen vandaag. En we gaan er wat moois van maken, man. Dus we gaan eerst even een beetje wandelen met de fam. En einde middag heb ik een showtje in Almere. En we eindigen met de homies van de Party Squad bij Kingsland. Dat ga ik jullie allemaal laten zien. Rol mee met je boy, YesR. Wat een gekte. We zijn nu dus even in Amsterdam-Oost, mijn oude buurt. De buurt waar ik vandaan kom. De kids zijn even lekker in de draaimolen. Super gezellig hier zo. Vrijdag, El Patron, online. Oh shit, we zijn in het mooie Almere buiten. Zal ik jullie even een leuke anekdote vertellen? De boy heeft hier ooit gewoond, man, in Almere buiten. Een 1,5 jaar om precies te zijn. Het was een jaar of 15 en hier ontdekte ik rap, man. Hier is het allemaal begonnen. Hier ontdekte ik dat er een rapper op de wereld was die Eminem heet. En toen werd ik helemaal fan en nu mag ik er optreden jaren later. Ik heb de gang bij me. Het is je boy, de Lord. Lord Iverson, shout out to him. Vandaag is onze driver Lorry. Ja man, en we gaan even een leuke show rocken voor deze mensen. Let's do this! Dames en heren, wij komen voor een vlog hier! Hey schatje, kom met me mee schatje. Ik laat je aan de wereld zien, dus kom maar met me mee. Nou hier! Hey schatje, kom met me mee schatje. Kom maar, kom maar. Je bent niet meer van jou, je bent niet meer van mij. Je houdt je nu al gewoon, we gaan kapot van het bij. Omdat je bij me wilt zijn. Maar hier bij me.
Ik denk hem ooit, die zegt mijn naam. Ik ben mijn girl in de fit. She's a lady, get in by a kick. Almere was gezellig, nu zijn we bij Kingsland Amsterdam om de homies van de Party Squad te supporten. Zo gaan we weer ouderwets rampen neer. We gaan er een leuk feestje van maken, let's do this, het is je boy, yes air. Zo hé, hey. Amsterdam was super gezellig. Leuk om het afgesloten te hebben met de bros van de Party Squad. Lordy, thanks man. Dat is een gezellige boel man. Ja man, Lordy, shout out naar hem. Hij heeft ons veilig gereden. Lord Iverson is net uitgestapt. Ik ga dat nu ook doen. Even naar huis, lekker relax. Het was wel goed zo. En morgen is dan het grote moment daar. Mijn EP, El Patron, die ik tegelijkertijd lanceer met de video van Tot Ik Crash. En dan is het wel goed zo man. Tijd lang hard voor gewerkt en nu is het er en ik ben blij dat ik het met jullie kan delen, man. Mensen, wat een week, wat een week, wat een week. Eindelijk! Ik ben super blij, laat me dat even zeggen, want de EP is gelanceerd. De laatste video is gelanceerd. Ik ben helemaal blij. Het is all good. Ik hoop dat jullie ervan genieten. El Patron, laat me in de reacties hieronder weten wat jouw favoriete track is. Ik ben heel benieuwd. Maar werk gaat door. Het is de dag van release en we zijn gewoon aan het werk. We hebben net een show voorbereid voor Defensie. Wat dat precies betekent, zien jullie later in een vlog. Maar nu ga ik dus voiceovers inspreken voor het leukste programma op aarde. Go with the flow. Allemaal kijken. Nu eerst even de voice-over inspreken. Dat klinkt een beetje als... In Amsterdam staat de Go with the flow hangout. Waar de jonge rappers vandaag samen met een bekende producer een eigen track gaan maken. Etcetera, etcetera. Oh shit. We zijn bij een hele grote fan van mij. Zij is vandaag jarig. En we zijn gevraagd of we even met een vlogcamera haar willen komen verrassen. Natuurlijk doen we dat. En ik ben vandaag al lang blij, want het is vrijdag en de EP is gelanceerd. You know what it is, we gaan het vieren. Ik heb hele goede homies bij me, Izzy en Lorenzo. En als jullie denken, yes, wat heb je gek kleurtje op je gezicht. Komt omdat we nu op een bepaalde locatie staan, waar je ineens een bowlingbaan achter je hebt staan. Bowling, bowling, bowling. Oké, mensen allen, klopt hier. Lieve, lieve mensen, wat een week, wat een week, wat een week. El Patron is uit en daar ben ik super blij mee. Ik ga mijn hoofd even lekker legen nu, dat doe ik eventjes. Je toch tussen de optredens en de gekte door. Want volgende week gaan we ook weer knallen, heel veel promo voor de EP. Want we gaan naar RTL Late Night, we gaan naar RTL Live. Allemaal toffe dingen om te praten over mijn nieuwe programma's. Maar ook natuurlijk over alle singles en de EP. En wat doe je dan als je lekker wil ontspannen en je Yes Air a.k.a. de spits met hits heet? Inderdaad, dan ga je lekker even voetballen. Dus hierachter is mijn voetbalclub waar ik al jaren speel. Ik ga even met de homies lekker voetballen. Hopen dat ik kan scoren, want ik ben een beetje geblesseerd. Maar we gaan het proberen. Let's go. You're now rocking with a bro!
Lieve mensen, dit was mijn week. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben echt super blij. Want dit was wel echt een van de spannendste weken. El Patron lanceren, de EP waar ik het natuurlijk al zo lang over had. En ik ben blij met alle toffe reacties. Dus laat me even weten wat jouw favoriete track is van El Patron. Laat het even weten in de reactie hieronder. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. En dan even terugkomend op wat ik vorige keer zei in mijn vlog. Ik zei al van ja, eigenlijk was ik mijn vlogs aan het maken als een soort van aanloop naar mijn EP toe. En dit is dan vlog 25, dus het zou een mooi moment zijn om nu ook te stoppen. Maar jullie hebben zoveel liefde getoond in de vorige reacties, dus geen paniek. We gaan nog eventjes door. Ik weet niet hoe lang ik het ga volhouden, want het is echt waanzinnig druk op dit moment met optredens, televisieopnames. Maar we maken nog te veel leuke dingen mee om nu zomaar te stoppen. Dus we gaan nog eventjes door. Dat is goed nieuws. Hou even heel goed mijn social media in de gaten, want volgende week maken we een actie bekend. Een soort afterparty van El Patron waar jij eventueel bij kan zijn. Dus hou dat even in de gaten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Dikke shout-out naar jullie. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpje omhoog. Het is je boy SF.